Met blijdschap en getoeter werd in 2013 de nieuwe brug bij Ewijk geopend. Vanaf nu zou het doorrijden zijn over de A50. Maar het fileleed heeft zich alleen verplaatst. En daarom trekken nu de provincie Gelderland, de provincie Noord-Brabant en het Rijk 103 miljoen euro uit voor de verbreding naar 3 banen tussen knooppunt Ewijk en Paalgraven. Dat is ontzettend belangrijk, want die A50 staat precies tussen Arnhem en Nijmegen en Breinpoort, Eindhoven in de file top 10, hè, op nummer 8. En het is een economisch heel sterk gebied met ook economische topsectoren, veel fileleed en heel blij dat we deze stap hebben kunnen zetten. Ook de gemeente Nijmegen is blij dat de kogel door de kerk is. Ja, dat de A50 goed doorstroomt is super belangrijk voor Nijmegen. Want als het op de A50 vaststaat, dan staat het in de stad ook stil. Het is nog niet duidelijk wanneer begonnen kan worden met de werkzaamheden. De provincie denkt niet dat de stikstofproblematiek roet in het eten zal gooien op dit traject. Verder wordt er geïnvesteerd in station Nijmegen-Heijendaal. Want er zijn maar liefst 15.000 reizigers per dag, dat is heel veel. Maar het is ook de grootste werkgeverslocatie in Gelderland. Dus ja, dat station dat moet echt worden verbeterd. We zijn super blij dat dat nu ook gaat gebeuren. 13 miljoen gaat het kosten, 6,5 miljoen van het Rijk. De rest van de cofinanciering was al geregeld door de provincie en de gemeente. Dus nu kunnen we aan de slag. Tot slot gaat Nijmegen ook lobbyen voor een directe treinverbinding Nijmegen-Eindhoven om de bereikbaarheid te verbeteren.